Een vuurwerkverbod in het hele land komt er voorlopig niet, maar de gemeente Eindhoven wil het wel. Vanaf de nieuwjaarsnacht van 2023 op 2024 is vuurwerk in de stad verboden. Tenminste, dat is het plan. En dan is dit beeld in Eindhoven definitief verleden tijd. Maar daar maakt vuurwerkverkoper Jan de Wit zich geen zorgen over. Vorig jaar mocht er ook niet afgestoken worden als ik op 31 december 's avonds gekeken heb. Ik heb nog nooit zoveel vuurwerk gezien als toen. Jan verwacht dat het vuurwerkverbod niet te handhaven is en dat de verkoop van illegaal vuurwerk alleen maar groter wordt. Toen op 31 december in verband met corona het vuurwerk niet verkocht mocht worden, hebben ze toch overal in allerhande plekken en op allerhande manieren het vuurwerk aan zien te komen. Van België tot Polen, overal werd vuurwerk gehaald. Dus op het moment dat nou in Eindhoven gezegd wordt, het mag niet afgestoken worden, maar wij mogen wel verkopen, denken we dan dat we dan niet net als vorig jaar dezelfde situatie krijgen, dat ze wel komen kopen en gewoon af gaan steken. De discussie over het vuurwerkverbod maakt het werk wel minder leuk. Er zijn al talloze vuurwerkwinkels die er ook mee gestopt zijn. En vooral de onzekerheid die ze ieder jaar maar weer geven. Als ze nou gewoon zeggen, weet je wat, we gaan het nog 5 jaar doorgaan en een bepaalde tijdslimiet eraan stellen, dan is er nog makkelijker mee om te gaan. Als de plannen in Eindhoven doorgaan, mag er dit jaar voor het laatst vuurwerk de lucht in. Het jaar erop moet er dan een alternatief zijn. Hoe dat er precies uit moet gaan zien, is nog niet duidelijk.